Ja, dit huis, daar ben ik geboren. Als ik het nou terugzie, dan denk ik, hoe is het mogelijk? Beneden een kamer van 4 bij 4. We hadden 10 kinderen, dus we zaten met z'n 12 in die kamer. Deze tuin was veel groter, want hiernaast was een boomgaard. En hierachter was ook een grote tuin met een sloot en allerlei landerijen erachter. Hier moest eerst een garage gebouwd worden. En hier kwam een parkeerplaats. En dat wat in je jeugd heel kostbaar voor je was, dat werd eigenlijk langzaam van je afgenomen. En ik denk dat ieder mens dat bijna heeft. Dat als groen verdwijnen moet voor beton, dan is het toch allemaal bij ons iedereen alsof er wat weggesneden wordt. Dat is pijnlijk. En ik denk dat we aan de andere kant blij moeten zijn met al het goede wat we nog hebben. En daar zullen we dan maar heel zuinig op zijn.